ik ben Annette. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een Is het je geld waard? En deze keer is het een collectie van Naked met een influencer. De vorige keer heb ik de collectie van Anna Nushin gereviewd. En dit keer is Kay Sullund aan de beurt. Kay is een blogger, ze is ook best wel groot op Instagram en heeft een eigen sieradenlijn en een social media agency. I mean, hi. Laten we het eventjes over een ondernemende vrouw hebben. Holy shit. En zij heeft dus laatst haar eigen collectie bij Naked uitgebracht. Nou, heb ik eventjes een bestelling geplaatst. Ik heb totaal voor €341,70 mogen bestellen. Dat is behoorlijk wat geld. Ik heb dit niet zelf betaald. Ik heb een contact bij Naked die mij dit opstuurt, zodat ik er een review over kan maken. Dit houdt uiteraard niet in dat ik hier niet eerlijk mag zijn. Ik mag volledig mijn eigen ongezouten mening geven, zoals ik het altijd al doe. Dus geen zorgen. De collectie zelf vind ik best wel uniek. Er zitten echt wel wat items bij die je niet heel erg vaak ziet. Om bijvoorbeeld te kijken naar Anna Nushin, die gewoon bijvoorbeeld simpele zwarte shirts had. Of echt items die je nu heel erg veel ziet in de winkels. Vind ik dat deze collectie echt gewoon wat anders is. Ik moet je wel heel eerlijk zeggen dat veel niet mijn stijl is. Er zitten toch wel veel items bij die ik zelf niet zou kopen. Veel flare pants en lange jurken, terwijl ik juist meer van de korte jurken ben en van de strakke jeans. Maar dat is eigenlijk ook wel heel erg leuk, omdat ik daardoor mezelf ook een beetje uit mijn comfortzone moet trekken. En vandaag items aan ga doen die ik normaal eigenlijk nooit aan zou doen. Dus wellicht word ik verrast. Slaat mijn stijl helemaal om. Ik weet het niet, we gaan het zien. Laten we de kleding gaan passen. Zoals altijd heb ik hier mijn laptop naast mij. Daar zijn alle items op die ik heb besteld, zodat ik goed kan vergelijken hoe het op het model staat en hoe het op mij staat. En ook om te kijken of het er op de website heel anders uitziet dan in het echt. Ik ga met een setje beginnen die het model aanheeft. Ik heb die gewoon helemaal besteld, zodat we echt helemaal kunnen kijken hoe het op mij staat. Dat is als eerst deze trui. Dit is een witte trui die ze ook in het zacht roze heeft. Maar ik vond zelf dat de witte iets meer mijn stijl is. Dit is hoe die eruit ziet. Voelt er redelijk dun. En zo te zien is het echt van dat, ja, gebreide stof. Dus je hebt best wel veel gaatjes ertussen zitten. Dus hij zal niet echt heel warm zijn. Ik neem aan dat ik er wel echt wat onder moet. Ik heb hem in een maatje S besteld. En hij is €44,95. Moet je zeggen dat ik dat een beetje aan de prijzige kant vind voor, ja, als je voelt hoeveel stof je krijgt. Het is gewoon niet echt heel dik. En daarbij heb ik flare pants besteld. Deze met panterprint. Dit is hoe die eruit ziet. Ik hoop dat die past en niet te groot is. De vorige keer bij Anna Nushin had ik ook gewoon mijn normale broekmaat besteld. Dat is maat 36. En toen moest ik uiteindelijk 2 maten kleiner om hem te laten passen. Nou zie ik dat deze er niet heel goed uitziet. Het is ook gewoon een jeansstof. Ik neem aan dat ik hem wel pas. Deze heb ik dus in maat 36 besteld. En hij is €55,95. En die ga ik dus samen matchen met elkaar. Ik ben heel erg benieuwd. Oké. Ik heb heel veel te zeggen. Laten we eerst even beginnen met de trui. Dit is hoe de trui eruit ziet. De mouwen zijn best wel heel erg lang. Maar misschien is dat ook een beetje het model. Ik denk dat ik het gewoon zo'n beetje opstroop. Ja, het ziet op zich best wel gewoon prima uit. Maar deze broek, jongens. Ik heb weer echt onwijs veel ruimte over. Ik weet niet wat het is met broeken van Naked, maar ze zijn zo groot. Zeg maar, mind you dat soms broeken voor mij in maat 36 nog heel erg strak zitten. Ik moet ze vaak echt uitlopen. En dan deze gewoon, ik kan er gewoon bijna nog een keer in. Had ik misschien ook wat meer rekening mee moeten houden, gezien die van Anna Nushin ook heel groot viel. Maar ik heb altijd zoiets van, ja, ik heb liever dat ik een broek iets te groot bestel en dat ik dan een riem om kan doen, omdat die echt veel te strak zit, dat ik er echt uitknap. Dus daardoor ga ik toch altijd safe voor mijn eigen maat. Maar ik weet gewoon nu echt voor de volgende keer dat ik echt een maat, misschien zelfs wel bijna 2 maten kleiner moet. En I mean, nee, dit is het niet bij mij. Hij is duidelijk te groot, te lang aan de onderkant. Ik ben 1,68 ongeveer. Dus ik heb al heel snel dat flares voor mij aan de grote kant zijn. Ik loop er ook op. Laten we snel doorgaan. In hoop dat het vanaf hier alleen maar beter wordt. Om nog even in de panterprint sfeer te blijven, heb ik een jurk besteld. Zoals ik net al zei, ben ik voornamelijk van de korte jurkjes. Dus een lange jurk is voor mij ook wel weer wat nieuws. Het komt ook voornamelijk omdat ik, zoals ik al zei, niet echt heel lang ben. Dus lange jurken of flare pants zijn eigenlijk 9 van de 10 keer gewoon te groot voor mij. Ik loop er gewoon heel erg op. Het ziet er gewoon gekkig uit. Moet ik het allemaal weer innemen? Kost allemaal weer geld. Dus ik ben altijd gewoon eerder van, nou weet je, ik ga wel gewoon voor een kort jurkje. Want daarvan weet ik gewoon
dat het me staat. Maar goed, Kay is voornamelijk van de lange jurken. Dus we hebben er natuurlijk eentje besteld. Dit is hoe die eruit ziet. Ik vind het model echt super leuk. Hij heeft hier zeg maar een V-hals. En zo te zien zit hier ook elastiek. En hij heeft hier dus aan de onderkant, het is een beetje moeilijk te zien zo, een split. Wat ik ook echt heel erg leuk vind. Dus het model is echt wel iets wat heel erg voor mij is. Het is zeg maar een jurk dat als hij kort was geweest, dat ik hem hoogstwaarschijnlijk had gekocht. Dus nou, ik hoop gewoon dat het me gaat staan. Ik heb hem in de maat 34 besteld. En ik ga heel even spieken hoe duur die was. Hij is €66,95. En wat ik er even bij ga doen, is een paar schoenen. Ik heb schoenen besteld die niet bij de collectie horen. Ze heeft er zeg maar zelf geen schoenen bij ontworpen. Maar het model draagt deze schoenen vaak wel als ze dus die flare aan heeft en die jurk. En ik vond ze sowieso heel erg tof. En ik dacht dus, mochten ze inderdaad allemaal echt aan de lange kant zijn voor mij, dan heb ik een paar hakken die eronder kunnen. Even voor de duidelijkheid, mocht je me niet kennen, ik ben geen hakkenmens. Ik draag alleen maar sneakers. Ik kan er oprecht niet op lopen. Maar wellicht doen deze wonderen en gaat dit me wel lukken. Ze zijn ook niet heel erg hoog. En ik zie dit gewoon best wel vaak voorbij komen. Ook vooral op Instagram en echt van die fashion chicks. En ach, het staat ze allemaal zo goed. Dus ik dacht, weet je, ik moet gewoon ook zo'n paar hebben. Ik heb deze schoenen in een maat 36 besteld. Ik zit tussen de 36 en 37 in. Het verschilt heel erg per schoen en per model. Maar ik heb hele smalle voeten. Dus meestal bij laarzen ga ik toch voor de maat 36, just in case. Ze zijn €55,95 en ik vind ze er echt ontzettend gaaf uitzien. Gewoon echt zo'n mooie dikke hakker onder. Love it. Ik kan ze eventueel nu even onder deze flare aan doen. Kijken of het enigszins wat verschil maakt. Ja, let's try it. Oh, nou, de maat is volgens mij wel goed. Oké. Even kijken hoe het staat. Nou, ik moet je zeggen, nu ik ze zo met deze hakken aan heb, ziet de flare er opeens een stuk beter uit aan de onderkant. Damn, dat heeft echt wonderen gedaan. Damn, oké, misschien verander ik toch even mijn mening over deze broek. Om nog even de hakken zelf goed te laten zien. Ik vind ze er echt heel erg tof uitzien. Ze lopen ook best wel lekker. Lekker blijven hakken. Maar de punt is gewoon niet heel erg hoog, waardoor mijn voet niet zo super recht staat. Daar heb ik altijd echt gewoon heel snel last van. Ik heb best wel, denk ik, gevoelige voeten of zo. Want ik heb altijd heel snel pijn als ik hakken aan heb. Maar bij deze heb ik wel echt het idee dat ik er best wel even een tijdje op kan lopen. De maat is ook eigenlijk helemaal prima. Dus ja, ik heb een goede keuze gemaakt dat ik 36 heb besteld. En zo met deze flare. Het is echt totaal niet mijn stijl. Ik draag dit normaal echt nooit. Maar ik vind dat de flare er opeens wel echt een stuk beter uitziet. Oké. Ik ben best wel verrast hoe goed ik mij voel in deze jurk. Hij zit echt perfect. Het is gewoon precies mijn maat. Ik vind de split echt, oh, I love it. Dat maakt deze jurk echt wel gewoon wat sexier, wat meer speels, wat jonger. Echt, ja, helemaal mijn ding. Die schoenen eronder, echt perfect. Echt, I am living voor deze jurk. Ik draag dus nooit lange jurken. Dus voor mij is dit wel echt even helemaal wat nieuws. Maar, oh, I love it. Maar wat ik ook heel erg fijn vind, is dat hij me gewoon staat. Ondanks dat ik echt best wel dun ben en klein. En dat zijn vaak twee factoren waardoor een lange jurk mij, ja, vaak gewoon echt niet staat. Want ik kan helemaal in verdwijnen. En bij deze jurk heb ik daar gewoon echt totaal geen last van. Ik ben echt oprecht verrast. Ik denk, nou, het kan bijna niet dat ik hier nou nog items zie die ik beter vind dan deze. Misschien kan ik hierbij al zeggen dat dit mijn lievelingsitem is van de hele collectie. Yes, echt top. En dan als laatste hebben we hier het tweede pakket. En wat ik heb besteld is een heel pak. En again, ook totaal niet mijn stijl. Ik draag nooit, zeg maar, hoe noem je dat? Van die two-piece sets. Weet je wel, van die pakken die bij elkaar staan. Hij is redelijk zakelijk, redelijk, ja, fancy, classy. Ik ben meer van de wat stoerder, wat, ja, casual. Maar, again, deze jurk heeft me ook heel erg verrast. Dus wie weet vind ik dit ook helemaal top. Laten we ze gaan openmaken. Ik heb hier als eerst de blazer. Dit is hoe die eruit ziet. Hij heeft hier schoudervulling. Voelt eigenlijk helemaal prima. Ja, gewoon echt zo'n mooie, gladde, chique stof. Hier en daar wel wat gekreukt. Maar ja, dat kunnen we nog wel even mooi bijstrijken. Ik zie dat ik hem in maat 36 heb besteld. Wat ik een beetje twijfelachtig vind. Want hij ziet er wat groot uit. Nou, hoort hij ook wel wat oversized te vallen als ik het moet geloven van de zij. De blazer is €66,95.
En daarbij hebben we dan de broek. Echt jongens, zoveel plastic en papier. Oh, dat is altijd wel een beetje minder aan online bestellen. Dat je zoveel troep er over houdt. En dit is hoe de broek eruit ziet. Die heb ik in een maat 34 besteld. Ja, in de hoop dat nu een broek van Naked me wel een keer gaat passen. Deze broek is €50,95. Ik hou dus gewoon lekker die witte hakker eronder. In de hoop dat die daardoor niet te groot voor me is. Laten we het gaan passen. Hi. Oké, first of all, de broek past. Can we get a hell yeah? Door dus een maatje naar beneden te gaan, heb ik eindelijk een broek die gewoon mooi om mijn middel zit. Ik vind dit echt wel, ja, een outfit die niet voor mij is, maar nu ik het aan heb, voel ik me wel echt heel erg vrouwelijk. De blazer is, zoals ik had verwacht, een beetje groot, maar op zich vind ik het niet echt storend, want hij hoort dus wat oversized te vallen. Ach, echt, hoe gaaf is deze look als ik zeg maar, weet je wel, zo'n wet look. Dat je je haar zo helemaal naar achter doet, zo. En dan met die blazer en die broek. Sexy businesswoman vibes. Love it. Nou, de broek zit eigenlijk ook helemaal goed. Ik heb er dus wel weer die hakken onder gedaan, waardoor die past. Die hakken waren echt een aanwinst, want anders waren al deze items toch echt wat groot voor me geweest. Dus hou er ook wel rekening mee, mocht je dus ongeveer mijn lengte zijn. Dat je sowieso iets van deze hakken eronder moet hebben. Anders dan gaan deze broeken je allemaal gewoon niet passen. Ik vind het echt zo'n perfecte look als je naar een netwerkborrel gaat. En als je gewoon wel even helemaal fancy en fashionable bent. Maar je bent ook wel echt down for business. Ja, ik vind het echt een hele toffe look. Again, ik zou dit nooit zelf kopen. Maar nu ik het aan heb, denk ik, hell yeah. Zo, we zijn er doorheen. Ik moet je zeggen dat ik echt onwijs verrast ben door deze collectie. Ik had eigenlijk de hele tijd heel erg een beetje zo'n business powerwoman vibe als ik de kleding aan had. En ik denk dat dat eigenlijk echt wel perfect bij Kay past. Gezien, ja, als je ziet wat zij allemaal doet qua bedrijven die zij runt. En ja, gewoon ook nog een moeder zijn. Maar toch ook heel erg business-wise. En ik vind dat gewoon heel tof. En daardoor denk ik dat deze collectie heel erg goed bij haar past. Dat ze het echt heel erg goed hebben uitgewerkt. Nog wel één puntje aan Naked zelf is al het plastic wat je meekrijgt bij de bestelling. Ik merk dat ik er toch wel steeds meer zoiets bij heb van ja, hoezo? Ik snap dat het voor de kleding soort van, ja, hygiënischer is. Maar ik weet bijvoorbeeld dat de Zara, als je daar bestelt, doen ze er gewoon één soort van, ja, grote papier wrap omheen. En daarmee wordt alle kleding beschermd. En je hebt gewoon geen plastic, je hebt veel minder troep. Als ik nu zie wat ik hier allemaal heb liggen. Plastic, it's a lot. Ook gewoon qua duurzaamheid en zo. Mag daar misschien voor in de toekomst wel wat meer over worden nagedacht. Maar dat heeft verder niks met deze collectie of met Kay te maken. Met de vraag of ik deze collectie je geld waard vind, zeg ik absoluut ja. Het is alleen wel wat prijzig. Ja, je bent voor zo'n jurk, bijvoorbeeld die lange jurk, toch al snel €67 kwijt. Een blazer of broek betaal je of zo €65 voor. En vanuit mijn perspectief als student is dat gewoon best wel wat geld. Vooral als je gewoon niet heel erg veel verdient. Maar als ik kijk naar de kwaliteit, hoe alles voelt. De stoffen zijn echt gewoon van topkwaliteit. Geen draadjes, niet synthetisch. Overal wil ik echt wel zeggen, ja, ik vind deze collectie geld waard. Ik vind dat ze het super goed hebben gedaan. Kay, je kledingstijl is misschien niet helemaal mijn stijl, maar je hebt me wel redelijk overgehaald en hoe ik me voel in deze kleding. Want ja, ik voel me echt vrouwelijk en bossy en oh, love it. Mocht er nou een collectie zijn, hoeft niet per se van Naked te zijn, maar ja, van een influencer, van een bekend persoon voor je hebt. Oh, ik wil echt heel graag dat je dit voor Is Het Je Geld Waard gaat reviewen. Laat het hier vooral beneden achter in de comments. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en dan zie ik je snel weer. Doei doei!